kan je als eerste daar tegen die muur gaan zitten, op de tweede stoeltje. Ja, kun je gezicht nog iets die kant op draaien? Oké, komt ie. Wacht even, iets sneller. Eye direction is dat je de vorm bepaalt van bijvoorbeeld een tijdschrift. Oké, heb eens. Ik ben een jaar ad interim art director geweest van Helden en Quote, twee tijdschriften. Eentje over sport, de andere over zakenmensen. En je zit dan in een redactievergadering, daar wordt een onderwerp bepaald van wat er in het komende nummer komt. En jij bepaalt dan hoe dat vormgegeven wordt en hoe dat gefotografeerd wordt. Ik denk dat er eenvoud in moet zitten, dat het herkenbaar moet zijn, dat het begrijpbaar moet zijn, dat het sober moet zijn. Tenminste, dat is waar ik van hou. En er moet zoveel ruimte in zitten dat je... We maken natuurlijk halffabrikaten qua beeld. Er moet ook nog een kop in, er moet een broodtekst in, er moeten paginacijfers op. Dus er moet ook zo in elkaar zitten dat je nog elementen kan toevoegen zonder dat de boodschap verloren gaat. With tears of happiness, here I live. Zeker bij Quote, een tijdschrift, een zakentijdschrift, wat op het randje zit van goede smaak en scherp is. Zijn er natuurlijk een hoop mensen die daar eigenlijk niet in willen staan. En juist dan is het heel erg lastig om toch origineel en goed beeld te vinden of te laten maken. Het verhaal is eigenlijk vrij simpel. De redactie vond het interessant om te kijken of er een Joods zakennetwerk is in Amsterdam. Nou, het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Ik heb zitten nadenken erover en ik dacht, als we nou... Het vrij letterlijk vertalen. Bestaat er een netwerk? Bestaat er een web? Laten we een spinnenweb maken waarbij het hart niet bestaat uit een ronde cirkel met een spin, maar uit de Davidster. Als we dat boven een vage plattegrond van Amsterdam plaatsen en dan vormt de schaduw van het web een vorm op de grachtengordel. Dat stuit op enorm veel verzet van de schrijfster van het stuk. Op het allerlaatste moment heeft de uitgever besloten om het toch te censureren en het beeld mocht niet geplaatst worden. Ik moest maar wat anders maken. Er was een bankier die op de Engelse beurs heel veel geld heeft verdiend. Miljoenen, miljoenen, miljoenen. Loaded was die, zoals ze in Engeland zegt. Ja, het is eigenlijk heel associatief en eigenlijk vrij simpel ook, vind ik. Hij kwam uit Friesland. Hij beroepte zich op de eenvoud van zijn Friese afkomst. Nou, ik vind een mooi element wat je daar kan laten zien is een Fries paard. Dat herkent iedereen. Bovendien is het is een machtig mooi beest. Majesteus, dat past ook voor zo'n prachtig klassiek gebouw daar. En die tegenstelling, een paard in zo'n gebouwde omgeving, dat levert een interessant beeld op. En je ziet de spanning in de ogen van dat paard. En je ziet dat die man het ook vreselijk ongemakkelijk heeft achter op dat paard. Nou, dat ongemakkelijke, dat vond ik nou net mooi om in die foto te hebben. Waarom? Je haalt zo'n man uit zijn comfortpositie. En dan kijk je echt bij hem naar binnen toe. Dan zie je die echte man. Dan zie je dus niet die miljonair die zogenaamd in zijn mooie pak achter zijn bureau zit. Met een tijdschrift, je hebt een bepaalde hoeveelheid informatie en dat moet je zo ordenen dat er iets moois ontstaat. Of dat nou een platte vlak is of in het ruimtelijk vlak, is niet hetzelfde. Het is een andere dimensie. Maar het ordenen van een grote groep gegevens en daar iets moois mee maken is in de kern voor mij hetzelfde. Een voorbeeld is dat ik tuinen ontwerp. Je schildert daar niet met foto's, maar je schildert met groen, met planten, met bloemen. Dit is een tekening van een tuin die ik in het buitenland aan het maken ben. Hier staat een grote villa. Dit is de straat aan deze zijde. En daar wouden ze een soort hekwerk maken. Dat vond ik heel lelijk. Dus toen heb ik voorgesteld om een buksesklauw te maken. Dus een hoge haag van geknipte ronde bukses. 1,90 meter hoog. En dat wordt dan doorsneden door een hele harde poort. Waardoor je zacht en hard combineert in één ontwerp. Nou, was plantjes en tuinen altijd al een enorme hobby van me. Toen heb ik die tuin ontworpen en aangelegd. En sindsdien lopen er af en toe mensen door de tuin en die zeggen van, wie heeft die tuin gemaakt? Nou, dan moet je dat ook maar bij ons doen.
En zo is dat een beetje gekomen. Dus ik werk nu aan twee tuinen hier in Friesland en een tuin in het buitenland. De afsluitdijk is eigenlijk te laag, moet verbeterd worden, moet veiliger gemaakt worden. Aan de hand daarvan heeft de provincie Friesland mij gevraagd om te kijken wat de effecten zijn van die ingrepen op de afsluitdijk, op het aanlandingsgebied. En welke ambities van de provincie zelf dan misschien tegelijkertijd gerealiseerd zouden kunnen worden. Dus ik heb een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie en de ambities van de provincie. Wat ik heb proberen te doen is een aantal probleemstellingen in elkaars verlengen te liggen. Wat doen we met de economie? Wat doen we met de recreatie? Wat doen we met de natuur? Hoe kunnen we het zo organiseren dat we niet tegelijkertijd een natuurgebied of een recreatiegebied positioneren op een plek waar iemand anders een groot windmolenpark neerzet? Dat werkt niet. Hier krijg je op de grootst mogelijke schaal ten opzichte van een blaadje maken de problematiek van het ordenen van grote hoeveelheden gegevens en daar een soort hiërarchie in aanbrengen. Die materie is eigenlijk hetzelfde als dat je een blaadje maakt, alleen de schaal is heel anders. Ten tweede is het niet alleen ordenen van problemen, opgaven, maar je moet er ook nog een soort schoonheid aan geven, ook een soort esthetiek aan geven. De ruimtekwaliteit in Friesland is hoog en je wil eigenlijk die hoger maken daar waar die aangetast is.